Hallo, ben ik weer. In de vorige video vertelde ik dat je niet per se een partner en kinderen hoeft te hebben om toch een vervullend leven te hebben. Ieder zijn ding. Ik heb gewoon geen kind. Ik heb geen man. Nou ja, ik had een vriend, maar dat is over. Ik heb wel iets anders blijvends in mijn leven en dat is creativiteit. Ja, dat klinkt nou misschien een beetje als een pleister op de wond, maar ik heb altijd de drang gehad om dingen te maken en ik doe ook al veel verschillende dingen. Maar nu het weer echt lekker gaat allemaal, heb ik ruimte voor iets wat ik bijna was vergeten. Hallo, hallo, hallo. Ik parkeer net in Rotterdam, want ik heb voor mezelf een leuke dag gepland. In de vorige video vertelde ik je al dat ik ineens een ingeving kreeg. Zo gaat het soms in het leven. Nou, ik ben weer aan het schilderen. Ik heb jarenlang geschilderd, vooral als tiener en toen ik begin 20 was. En het zijn hele kinderlijke schilderijen, maar het interesseert me niet. Ik heb toen jarenlang helemaal niet geschilderd. En ineens dacht ik van, wat mis ik nou eigenlijk nog in mijn leven? Of wat is nou iets waarvan ik denk, ja, dat laat ik liggen? Nou, dat is echt schilderen. Ik vind het ook zo fijn om even met iets bezig te zijn, waardoor ik niet heel constant in mijn hoofd zit. Want ja, dat doe je natuurlijk met schrijven en ook met deze video's ben ik toch altijd heel erg aan het denken van welke onderwerpen kan ik nou vertellen. En met schilderen, ik leg de lat ook niet hoog. Ik doe gewoon wat ik al kan of wat ik de ingevingen die ik heb. Het hoeft niet goed te zijn wat mij betreft. Dus helemaal blij. Dus nu ben ik in Rotterdam om nieuwe schilderspullen te gaan halen. Ik ben gewoon very enthousiast. Echt alleen hoe zo'n winkel ruikt, dan krijg je al zin om te schilderen, maar het is zoveel keuze. Kijk nou. Ik ga je weer even tegen wil en dank meenemen in een stukje verleden. Want als kind was ik al zo irritant creatief. Mijn ouders werden er helemaal gek van. Sophie, zul jij er nog eens iets spannends over? Ja, ik ben nieuw en ik kan het maken. En die ziet er nou eens in. Sophie is een boek aan het maken. Kijk, dit ga ik altijd allemaal opplakken. Nou, hoi, dit is op donderdag. En ik laat mijn keyboard op school zien. Dan kan ik wat op zingen of alleen maar de muziek doen. Ja, doe maar wat. Moet ik nu zingen of nou niet? Ja, zingen. Nee, dat is eigenlijk niet waar. Ze hebben het altijd behoorlijk gefaciliteerd met als gevolg dat ik op mijn 17e stopte met school omdat ik toch kunstenaar of schrijver of artiest wilde worden. Ik ben aan het schilderen. En daarnaast, ik was herstellende van een eetstoornis en een scooterongeluk, dus ik zat sowieso eventjes thuis. 19 augustus 2004. Ik ken je erop staan. Het gaat nog steeds niet goed met me, maar het gaat wel beter. Ik zit gewoon op zo'n punt dat ik gewoon bang ben van mijn leven, dat ik niet zo goed weet waar het heen gaat. In die periode ben ik me dus volledig gaan richten op schilderen. En omdat ik er toch iets mee wilde doen, ben ik gaan exposeren in lokale buurthuizen en gemeentehuizen. En dat werd eigenlijk nog wel aardig opgepikt ook. This is going to be 1 million. Yeah, well, let's hope so. We zijn vanmiddag naar de kunstmarkt geweest en daar heeft Sophie schilderij opgesteld. Ze heeft een paar gekocht. Vijf schilderijen gekocht, hè? Ik kan het niet geloven. En ze hadden zoek naar Elkje. En pap zei echt zo, ja, voor de mooiste zijn al weg. Ja, wij moeten ons er echt niet mee bemoeien, dat heb ik ook al gemerkt. Zo, ik wil nog heel even dit schilderij laten zien. Want die ga ik dadelijk verkopen. Sorry, mam. En die drie schilderijen daar, die worden ook verkocht. Ik vond het leuk om hem te maken. Hij is iets anders dan de andere, want hij is iets abstracter. Nou, dat was het weer. Dat is een andere schilderij. Die ga ik nooit verkopen. Maar goed, je kunt hier natuurlijk niet van leven, of ik tenminste niet. Dus uiteindelijk ben ik me op schrijven gaan toeleggen. Maar schilderen is wel iets wat altijd bij me heeft gehoord.
Ik heb vette inkopen gedaan net. Ik heb allemaal doeken gehaald en verf gehaald. En nou, helemaal blij. Ik parkeer nu net in Oude Beijerland, want ik ga nog even snel thee drinken met mijn vader. Oh, dat is mijn vader. Wat zegt hij? Hij heeft zijn eigen... Ik geef iedereen eigen geluidjes. Oké. Ik loop die kant op. Hij loopt hierheen, dus ik moet even opschieten. Ja, ik zat al te denken, misschien dat allemaal een beetje... dat je denkt van, waar gaat het nou over het schilderen? Maar het is meer dat ik me nu pas echt weer mezelf begin te voelen of zo. Ja, of klinkt het ook weer zo treurig of zo triest? Ja, nou, het is gewoon zo. Zoveel tijd en energie ging op een gegeven moment in die relatie zitten... dat ik gewoon ook niet meer de dingen leuk vond die ik voorheen leuk vond. Of dat ik daar niet de ruimte of de energie meer voor had. En... ja, ik voel me gewoon weer... Ik heb gewoon echt het gevoel dat ik weer een stukje terug heb... waarvan ik eigenlijk niet wist dat ik het kwijt was. Wat trouwens nooit de schuld van die ander is, hè. Dus alles wat ik hier nog over vertel... En dat doe ik al niet zoveel meer, want het speelt niet meer echt in mijn leven in dat opzicht. Maar dat is echt iets wat ik gewoon voor mezelf... Wat ik gewoon beter moet beseffen. Dat op het moment dat je... Ja, niet meer de dingen leuk vond die je eerst leuk vond. Of dat je daar niet meer de energie of de ruimte voor hebt. Of dat er dan gewoon iets niet goed gaat. Dat is gewoon een signaal dat je te ver bij jezelf vandaan gaat staan. En alleen jij kan dat veranderen. Dus ik weet niet. Het is gewoon dat ik gewoon voel dat alles gewoon weer op zijn plek valt. Dat maakt me zo blij. En ik, ja nou, dat was het eigenlijk. Jij hebt met mij zoveel gereden over al die schilderijen. Weet je nog? Ja. Naar al die exposities. En dat deed je... Ik ben natuurlijk weer even aan het schilderen, dus er komen allemaal herinneringen naar boven. Maar dat deed je wel... Vond je dat nou ook leuk? Dat dacht ik niet over na. Ach, toch, het was leuk eens in je exposeren. Dan gingen ze natuurlijk al die schilderijen ophangen, herinner ik me wel. Ja, dat weet ik. Al die dingen over binnen, al die koortjes en weet ik allemaal wat moest allemaal... Ja, ja. Bij die bibliotheek en een Barendrecht herinner ik me. Ja, en ik had ook geen auto, geen rijbewijs, dus dat kwam allemaal op jouw schouders. In het ziekenhuis, in het Zuider ziekenhuis of zo nog? Ja, Icasia. Icasia. Ja, ik denk dat ik al op meer dan 15 plekken heb geëxposeerd. En naar kunstmarkten ging ik ook een periode. Ja, ja, ja dat, nee, dan was het dat, rijden. Ja, het was heel veel rijden voor jullie, ja. Ik weet nog een keer dat ik zo... was ik net terug van een long haul trip, was ik zo duf. Zat ik te praten met je dat ik bijna bij een stoplicht achterop iemand reed. Oh, echt? Hier bij mijn Seerland. Ik kom al net naar... Ik zag het al laat. Ik was gewoon... Ik moest vroeger bed om jou weg te brengen. Ik ging naar zo'n kunstmarkt en ik was ervoor long haul gevlogen. Dus niet geslapen of zo, weet ik het. Ja, dat klopt. En Amsterdam naar uitgevers ging jij ook mee met me. God, ja en, je had een dochter met dromen. En dan denk je van heel veel sum om te, platen te pluggen. Ja, ik heb ook nog muziek gemaakt de hele tijd. We zijn op weg naar het Mediapark voor een interview met BNN Today. Dadelijk live. En hier zit mijn vader. Pap, met zonnebril. Vond ik ook heel leuk om te doen. Ja. Dus, maar het was toch bij jou eigenlijk dat je al, toen ik net op de HAVO zat, dat je al dacht van nou, dit gaat niet worden. Kan je niet zeggen of dat kan niet worden, maar je weet, artistieke dromen, dit is gewoon moeilijk, klaar, voor iedereen. Dat had jij ook? Ja, tuurlijk. Dus dat je er nu van kan leven is heel bijzonder. Die creatieve dromen en ideeën heb ik niet van een vreemde, namelijk van mijn vader. Hij is uiteindelijk piloot geworden, maar toen ik dus als tiener begon over al die plannen, begreep hij het heel goed. En is hij ook degene geweest met wie ik het meest heb gedeeld. Met hem praat ik over de dingen die ik maak en hij is ook de vaste proeflezer van de stukken die ik bijvoorbeeld schrijf en al helemaal toen mijn eerste boeken uitkwamen. Het is trouwens vandaag 5 juli al. Maakt niet uit, zelf kom op. Ja, dit zie je op een gegeven moment, hè? Ik kan wel even vastleggen dat je nu de laatste dingen zit te... Ja, woordjes en D's en T'tjes zitten op te sporen. Ja. Verschrikkelijk. Oké, 5 juli, ik ga hem nu naar haar e-mailen. En dan is dat de allerlaatste versie en hierna hebben we nog de proefdruk, maar in principe is die... Nou ja, dat vind ik mooi zo. Ik ben blij. Ja. Ik ben blij met de laatste kleine dientjes die we gedaan ja, hebben. Ja, ik ook. Gefeliciteerd, hier staat het zwart op wit. Nederlandse literatuur. Dat had je toch niet kunnen denken toen je hier aan begon. En ondanks dat hij het echt niet met al mijn keuzes eens was en het ook absoluut af en toe voor wrijving heeft gezorgd, zou ik nooit zijn waar ik nu ben zonder zijn steun en betrokkenheid. Nou, ik ben weer thuis. Ik ga lekker koken en 3 graden wat ik straks ga doen, schilderen. Ik had het met mijn vader ook nog even over of ik dan ook weer ga exposeren of niet. Want op zich, dat is natuurlijk wel leuk.
dat het ook te zien is. En ik dacht, misschien kan ik het wel combineren met kijkers, met jullie. Dat, ja, ik krijg wel eens vragen of ik een meeting moet organiseren of iets dergelijks. Ergens is dat heel lastig te bevatten dat mensen dan speciaal voor mij om mij te ontmoeten daarheen zouden komen. Maar misschien is dat wel, zeker met schilderijen, wel leuk. Maar ik betrap mezelf er ook op dat ik even dacht van ja, weet je, die kinderlijke schilderijen, dat was misschien leuk toen ik 17 was. Maar is dat ook nog leuk als ik in de 30 ben? Wordt het niet een beetje gênant? Eigenlijk best wel stom dat toen ik jong was en ik stopte met school, ik was zo zeker dat ik wel mijn weg zou gaan vinden. En dat het me hoe dan ook wel zou lukken om te kunnen leven van mijn creativiteit. Er is me heel vaak gezegd dat die kans zeer minimaal was. En het is ook absoluut geen schande als dat niet lukt, moet ik er even bij zeggen. Want ja, van schrijven, ja, je verdient er zo weinig mee. Zeker met boeken. Nou, met schilderen, nou ja, het is gewoon echt heel lastig. Maar vroeger was ik gewoon veel zelfverzekerder dan nu. En het is dan misschien omdat je je meer bewust wordt van dingen. Ja, dat denk ik eigenlijk. Dus ik weet het niet. Ik ga er even over nadenken. Maar het is in ieder geval echt leuk om even hiermee bezig te zijn. En trouwens, vanaf nu gaan niet alle video's over schilderen en zo. Maar het is gewoon even, ik ben gewoon even gewoon heel blij. En ja, eigenlijk is dat het. Eten koken dus en lekker mijn ding doen. Je wil mijn kwasten. Topen ze op kwastenjacht. En in de loop van de avond besloot ik dat je je niet tegen moet laten houden door onzekerheden. Dat heb ik nooit gedaan, dus waarom daar nu mee beginnen? Toch? Vind je niet? Hallo, met Sofie Roosendaal. Ik heb even een vraag. Heeft u toevallig ook een expositieruimte voor lokale kunstenaars? Ik heb nog niet. Oh. Ik ben heel weinig aan de muur. Ik heb al een kunstwerk van jou aan mijn eigen muur. Nee, echt waar? Ja. De drie die we elkaar horen met oudjes. Oh, wat leuk. Oh, wat. Al lang geleden in de Lindenhoeve geëxposeerd, ja. Volgens mij. Dat is echt 20 jaar geleden. Ja. Oh, en je hebt hem nog steeds? Ja, ik heb hem nog. Oh, nou, ik voel me vereerd. Ja, nou, ik heb zin om weer te schilderen. Dus ik dacht, ja, en is het überhaupt nog mogelijk om ergens te exposeren? Maar nou, ik vond dit maakt wel heel mijn dag. Oké, okay. Dus, nou, helemaal succes. Dankjewel. Oké, dank. Oké, ik heb het. Dat is toch heel bizar toevallig. De eerste die ik bel voor een expositie ruimte, dat is gewoon een vrouw die heeft gewoon nog een schilderijtje van me hangen. Nou, dat vond ik wel leuk. Maar goed, ik ben op zoek naar de volgende. Na een paar telefoontjes had ik beet. Ik kon zelfs gelijk komen kijken op de locatie. Nee, ik blijf hier niet zitten. Ja, ik schilder, ja. Ja, ja, kleurrijk. Ik heb nieuws. De eerste locatie voor mijn expositie is gevonden. Ik vind het heel leuk. Ik weet nog niet wanneer, want er zijn echt hele lange wachtlijsten voor exposities. En eerlijk gezegd heb ik nog meer nieuws, want volgend jaar mag ik sowieso in het gemeentehuis in Oud-Beijerland exposeren. Wordt pas in mei, juni. En ik heb met nog echt andere hele leuke plekken waar ik zelf heel veel affiniteit mee heb. Mag ook volgend jaar, maar goed, vertel ik dan wel tegen die tijd. Dus kortom, ja, er zijn al 3 exposities nu gepland. Dus ik, weet je wat het is? Omdat je een soort deadline hebt, geeft het ook wel extra, geeft het extra motivatie om er ook mee door te gaan. Want ja, wat ik zei, ik ben echt wat onzekerder geworden. Maar ik denk, nee, ik ga gewoon weer exposeren en ik wil even kijken of ik dat toch kan combineren met iets met jullie doen. Klinkt een beetje raar, maar nou ja, het zijn gewoon hele leuke plannen. Onzekerheid aan de kant. Ik ga er gewoon voor. En even voor de record, ik zie mezelf dus absoluut niet als kunstenaar. Het is gewoon maar een beetje gerommel. Maar er zijn mensen die dat gerommel gewoon wel leuk vinden. En dat zijn de mensen voor wie ik het doe. Maar het is dus niet omdat ik denk dat ik hier heel goed in ben. Of omdat ik mezelf als een groot artistiek talent zie. Helemaal niet.
Dus wat is de conclusie van deze video, die ook een klein beetje een trip down memory lane was? Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Durf dingen te doen. Laat je niet tegenhouden door allerlei stemmetjes dat je niet goed genoeg bent of dat niemand daarop zit te wachten. Doe gewoon je ding. Luister niet naar onzekerheid. Angst is een slechte raadgever. En ja, het is een cliché, maar volg gewoon je hart. Ik ben super blij, want gescoord. Heel veel gescoord. Ik zal het laten zien. Ben je ook super blij, mam? Super blij. Wat vind je van mijn project? Super blij. Maar, heb jij een naamsuggestie? Voor mijn schilderproject. Als ik nou heel rij word, dan beloof ik dat ik je een facelift geef. Dan mag ik je tenminste weer eens filmen. Facelift. Voor liever een nieuwe auto. Oh, oké. Lijkt me leuk. Dan een facelift.